Daily Minutes kerstvakantie specials. This is the BBC, with the Daily Minutes podcast. Oh no, it isn't. I mean, this is the Daily Minutes podcast. This is, however, not the BBC. Minutes, alsnog 3 januari. 2 januari 2023. Ik weet nog dat ik bij de Daily Minutes via NOS een tijd lang me bleef vergissen tot in februari toe met het jaartal. Ik weet niet meer welk jaar het was, maar het moet voor 2018 geweest zijn. In ieder geval, had ik er nou gezegd, het bulletin van maandag. Het onderwerp vandaag is chatten via de amateurband. En niet zoals in de vorige uitzending of in de vorige podcast aangekondigd. Mac Loops, Magnetic Loop Antennes. Komt nu het deel wat ik eerder al opgenomen heb. Vanwege de toch ook vertraging in de publicatie van de podcast. Dit is op 16 december al opgenomen. Ik had in de vorige, dat was deel 9, had ik beloofd om het over de Mac Loop te hebben. De magnetische loop. Dit is deel 10. Het is niet gelukt. Misschien de volgende keer. Ja, wat een beetje een kenmerk is van deze tijd. Dat is dat er, of eigenlijk van de laatste 20 jaar wel. Dat er steeds meer groeperingen zonder vergunning mogen zenden. Kunnen zenden. En deels is dat door partijen die helemaal niet zich bewust zijn dat ze zenden. Bijvoorbeeld mobiele telefoons, dektelefoons, allerlei vormen van afstandbesturing, Bluetooth. Het is allemaal toegestaan. Maar er komen ook dingen bij die eigenlijk toch wel een beetje zendhobbyachtig zijn. Of misschien wel, zelfs onder de zendamateurregels ook kunnen en gedaan worden. En die ook wel heel leuk zijn en de moeite waard voor de zendhobby. Ja, een voorbeeld is Hamnet in Nederland. De achtergrond daarvan zal misschien niet helemaal voor iedereen duidelijk zijn. Hamnet is een soort van high-speed modemnetwerk. Wat in de meeste landen 23 en 13 centimeter een soortgelijke banden plaatsvindt. In de VS vaak met omgebouwde internetrouters waar een eindversterker achter gezet wordt. En dan in Amerika heb je meer routers die in banden werken die ook voor amateurs zijn toegelaten. Bijvoorbeeld 9 centimeter is daar ook in de buurt van een wifi band. Maar in ieder geval, er zijn twee principes voor. Je hebt daar het mesh opzet waarbij iedereen gewoon zomaar in het netwerk toegelaten wordt en mee kan doen. Zoals het eigenlijk bij de zendamateurs altijd is. Je staat bij de microfoon of aan de amateurband niet iemand aan de poort die je voorkomt dat je uitzendt. En via die netwerken is dat ook zo. Iemand kan zomaar een zender aansteken en meedoen. Maar hij moet natuurlijk om in die amateurnetwerken onder amateurregels mee te doen wel een amateurcall hebben. In Europa is dat ook zo, maar ze gebruiken daar een andere structuur voor Hamnet. Je moet je bij Hamnet centraal aanmelden. Dat is iets waar ik zelf niet een fan van ben, maar andere amateurs die vinden dat wel een goed idee. Dus ik spreek daar ook geen oordeel over uit. Wie zegt dat ik daarin gelijk heb, hè? Maar in ieder geval, Hamnet werkt op de manier dat je je moet aanmelden. En het voordeel daarvan is dat je bijvoorbeeld een IP-nummer uit de reeks van de amateur IP-nummers kunt krijgen. In Duitsland zit Hamnet vaak op 23 centimeter, soms op 13 centimeter. Er is bijvoorbeeld een Hamnet-punt, ik weet niet of het nog bestaat, maar dat in de tijd vanuit Duitsland een groot deel van het gebied Arnhem-Nijmegen afdekte. En dan kon je vanuit dat gebied daar meedoen. In Nederland wilde AT daar niet gemakkelijk vergunningen voor uitgeven. Waarschijnlijk omdat ze het medegebruik op bijvoorbeeld 13 centimeter, zoals dat plaatsvindt, ook op andere amateurbanden willen laten plaatsvinden. En als je dan vaste Hamnet repeaters gaat krijgen, die een flink stuk van die band in beslag nemen, dan wordt het een stuk moeilijker. Dus ik denk dat dat de achterliggende reden is. In ieder geval wilden ze dat niet. Op 10 gigahertz kon het wel, maar dat is in technische zin wat lastig, omdat het duurder is. En deels minder bereikbaar, vooral de zendkant voor amateurs. En ze willen toch een lage instap hebben. Nou, er is toen besloten om Hamnet in Nederland niet onder amateurregels te laten werken. Dat schuurt her en der een beetje, want het is wel gekoppeld aan het Duitse netwerk wat wel op amateurbanden werkt. En het Franse netwerk. Maar goed, het is experimenteel en dat kan gewoon. In Nederland gebeurt het met 2 wat vergunningvrije wifi-zenders op 5,6 gigahertz. Meestal van het merk Microtech met een bijgeleverde antenne eraan. En dat is dus een toepassing die zonder vergunning mag. Want in principe mag iedereen zo'n schotel gebruiken die gewoon toegestaan is.
En je kunt met zo'n schotel een kilometer of 20 makkelijk overbruggen. 15 à 20 kilometer, als je maar vrij zicht hebt. En ja, die opstappunten om het netwerk op te gaan, die staan hoog op de toren in Hilversum. En op de Gebrandi-toren bijvoorbeeld. Dus ja, op zich, als je vrij zicht hebt richting zo'n toren, kun je meedoen. Een andere toepassing die op dezelfde manier werkt is LoRa. De techniek van LoRa die wordt ook door zendamateurs gebruikt op 70 centimeter. Maar het LoRa gebeurt meestal op 868 megahertz. Dat is een band van 7 megahertz groot. En je mag daar dit soort toepassingen gebruiken van tot maximaal 500 milliwatt ERP. In een bepaald gedeelte van de band en meestal is het 100 milliwatt ERP. En die LoRa-modulatiesoort is een spread spectrum mode. En die is vrij efficiënt. Je kunt daar toch met 100 milliwatt en een simpele antenne op een paar meter hoog zomaar 5 tot 8 kilometer overbruggen met een betrouwbare verbinding. Dus echt, die LoRa, dat is eigenlijk wel bedoeld voor IoT-achtige dingen, maar je mag daar in principe van alles mee. Je mag niet analoge spraak uitzenden op die band. Maar op zich, met de datasnelheid waarmee dat gebeurt, zou je met Codec 2 of met Amber, zou je daar wel spraak kunnen uitzenden. Ik denk wel dat bij die hoeveelheid data het bereik van de zender wat terugloopt. Maar op zich kan het. Het is eigenlijk bedoeld voor IoT, dus bijvoorbeeld om te detecteren of er nog genoeg spullen in je koelkast staan om niet te hoeven bestellen. Dat soort zaken. Dus kleine, simpele in-huis dingetjes, maar ook over wat grotere afstand. En er worden bijvoorbeeld ook stoplichten betrouwbaar mee bestuurd. In sommige landen gebeurt dat op dedicated frequenties voor dat soort dingen, maar dat is hier niet zo. En ja, die band is heel groot, dus het kan allemaal makkelijk gaan. Het is een modulatiesoort die elkaar ook niet in de weg zit. Als er heel veel gebruikers zitten, dan blijft het wel werken. Dus dat is allemaal heel geschikt daarvoor opgezet. En wat ik zelf een leuke toepassing vind, dat is iets wat mij sowieso erg aanspreekt. Het chatten via amateurfrequenties en ook via andere frequenties. Dat is daar op grote schaal mogelijk. Zij het dat het niet supersnel gaat. De bandbreedtes die zijn klein en de datahoeveelheid is natuurlijk niet heel groot. Dus hele grote bestanden versturen kan wel, maar dan neemt ook weer de reikwijdte af. Maar een chatregel, dat gaat prima. Er zijn allerlei experimenten, er zijn ook heel simpele apparaten waarmee je dat sowieso kunt. Ik heb zelf een aantal apparaatjes die via RS-232 werken. Als je die apparaten peer-to-peer zet, wat kan, dan als je twee van die apparaten hebt, dan heb je gewoon een 8 kilometer lange RS-232 kabel die transparant is met een zendverbinding ertussen. Maar dan merk je niks van aan de RS-232 kant. Kun je het gewoon in een apparaat steken en aan de andere kant van de verbinding komt het weer uit. Of ze doen alle D-Star apparaten dat ook. Hè. Die hebben ook een RS-232 aansluiting. En zodra iemand zendt, is wat er die RS-232 aansluiting ingaat aan de ontvangerszijde weer eruit te peuteren. Nou, dat is hier ook zo. Deze dingen kunnen ook peer-to-peer werken, dus of ja, nee, one-to-many is in plaats van peer-to-peer, dus dat iedereen die het ontvangt het kan ontcijferen en dat het gewoon een, nou ja, op die manier kun je netwerkjes opzetten met die heel eenvoudige spullen. En die apparaten die zijn heel, heel goedkoop, hier in Nederland iets van €15 en als je aan de andere kant van de wereld gaat kijken via een van de bekende grote webshops, ja, ik heb ze zelf gekocht voor €5 de 100 milliwatt versie en een versie van 1 watt, 1 watt op de plug, die was €7. Ze zijn nu duurder hoor, ze zijn nu toch wel wat duurder geworden, maar dat zijn geen bedragen. Die 1 watt is legaal als je dat op een rubber dukje gebruikt, want die heeft minder versterking dan een dipool. Dus dan zit je toch wel op een half watt ERP. Hè? Er zijn ook dingen als Mesh Tastic. Dat is een initiatief om een mesh-netwerk op 868 neer te zetten. Dat is dus een netwerk waarbij je dus anoniem kunt chatten op zich. Je kunt dat gebruiken vanaf je mobiele telefoon met een printje. En dan kun je over 8 kilometer afstand via de ether chatten. Je kunt er ook nog versleutelen als het moet. Volgens mij mag dat ook. En in ieder geval, wat dus via amateurfrequenties niet mag. Hè, maar dat is in die banden. Je mag er instoppen wat je wil. Dus je kunt op die manier kun je over een aantal kilometers met iemand chatten zonder dat makkelijk af te luisteren. Is ook niet voor de overheden. Dus dat biedt voor een aantal toepassingen toch wel hele belangrijke functionaliteit, zeker in bepaalde landen. En op zich is het met het mesh testing mogelijk. Ik weet niet precies hoe dat werkt, maar met dat soort mesh netwerken is het mogelijk om hele netwerken uit te bouwen. Dat als dus een heleboel mensen daar spullen voor hebben, dan gaat de verbinding gewoon van de ene persoon naar de andere. Je hebt dat ook met FireChat, dat is een bekende chat via de smartphone. Die blijft werken als internet uitvalt, omdat het bericht gewoon ofwel via wifi of via bluetooth. En sommige die combineren nog andere technieken. Bijvoorbeeld Amazon, die bekende deurbellen die zij hebben, die slimme deurbellen, daar, die communiceren voor IoT ook van deurbel naar deurbel.
En dat gaat met allerlei technologieën. Dus die kiezen wifi, hoe heet die? Nou, ik ben de naam van dat andere even, Zigbee. Wifi, Bluetooth, nou, noem maar op. IoT, IoT, LoRa. Al die technieken, daar kan hij dan uit kiezen. En waar een verbinding mee lukt, dat systeem gebruikt hij dan. Netwerken zijn heel slim en ze zijn heel fijn vermaast. Het netwerk is autonoom en bestaat ook, ja, als iemand zijn telefoon uitzet, dan valt dat tussenpunt uit. En als dat midden tijdens een overdracht gebeurt, nou, dan zoekt de rest van de overdracht gewoon zijn eigen weg via een andere route. En op die manier kan het werken. Maar daar moet je voldoende deelnemers voor hebben. Van mesh testing zie ik dat nog niet, dat er zoveel zijn. Maar het is wel leuk om mee te experimenteren. En je kunt op die manier over een aantal kilometers chatten met elkaar. Dus dat zijn toch leuke toepassingen om wat mee te doen. LoRa is dus een systeem wat echt opgezet is voor IoT. Ik ben niet een heel groot aanhanger van alles rond IoT, maar dit is er wel een leuk aspect aan. Ik vind sommige dingen die waar ze. Ja, hoe zeg je dat? Ik vind het onnodig om overal cameraatjes en sensoren op te hebben. Zodat alles uit je koelkast of uit je huis nauwkeurig te verdikken. Maar we zijn geen productiefaciliteit waarbij we de voorraden moeten bewaken. Ja, maar goed, als iemand het handig vindt. Toen, ik vroeger was er iemand die had toen in het begin van de webcamera's. Die had zijn hele huis vol met webcamera's staan. Omdat hij daar nou eenmaal bekend mee geworden was. Dat hij de eerste was die dat gedaan. En nou, prima. Jouw hobby. Nou, ik heb hier ook wel camera's gehad, maar ik heb ze binnen zijn huis nooit aan laten staan. Wel op de katten, maar nooit op plekken waar ik zelf kwam. Want dat ik ben wel erg gesteld op mijn privacy wat dat betreft. En als ik een keer in mijn neus wil zitten peuteren, ja, dan hoeft niet iedereen dat te weten. Hè? Kijk, het leuke van LoRa vind ik de grote vrijheid die je hebt. Die is veel groter dan bij de amateurfrequenties ook. Bijvoorbeeld, je deelt de band met bedrijven als KPN, die ook LoRa-diensten aanbiedt op dezelfde frequentieband. Ja, dat is wel bijzonder dat je daar dus als privégebruiker en amateur en experimenteerder gewoon door die uitzendingen heen je eigen uitzending doet. En dat het ook allemaal goed gaat en dat het mogelijk is om met elkaar te delen. Dat is erg leuk. Je kunt bijvoorbeeld een thermische sensor, hoe noem je dat? Thermosensor buiten hangen met een LoRa-zendertje eraan en dat op die manier uitlezen. Het aantal mogelijkheden is legio. En het is net voor wat grotere afstanden, of eigenlijk wel veel grotere afstanden, maar ook weer niet super groot, dan dat het met Bluetooth kan of met vergelijkbare technieken. Dus dit is voor wat grotere afstanden. De snelheid is dan wel weer heel erg laag. Dat is niet te vergelijken met Bluetooth. Je kunt er geen koptelefoon op zetten, zeker geen hi-fi koptelefoon. Maar het is wel mogelijk om hele netwerken uit te bouwen. En dat hoeft niet eens zo fijn vermaast te zijn. Als je om de 7, 8 kilometer een repeater hebt staan binnen je netwerk, dan werkt het al. Hè? Dus dat is erg leuk. Ja, om even terug te komen dat mesh testing. Het is wel een beetje een tongbreker, maar hoe dat precies werkt. Ik ga ervan uit dat je ook aparte terminals ervoor kunt kopen. De toepassing die ik vaak gezien heb, is met twee kleine zendertjes die je dan elk aan een smartphone hangt. En vervolgens kun je met die smartphone, of er nou een simkaart in zit of niet, of dat je een abonnement hebt of niet, kun je tussen die twee smartphones kun je chatten. Draadloos, over een kilometer of 7, 8. Ja, dat is de toepassing. Ja, daar kun je dus repeaters aan toevoegen of andere mesh-achtige dingen die dat netwerk uitbreiden. En dat wil ik met mijn eigen netwerk trouwens ook, want wat ik wilde proberen, maar ik heb gewoon te weinig tijd om het echt uit te bouwen. Tenslotte, wat ik zelf dus met die printjes wilde die ik heb aangeschaft, en misschien doe ik dat toch nog wel, dat is in mijn eigen woonplaats een eenvoudig netwerkje opzetten. Ik wilde daar meerdere repeaters voor maken die ik dan bij bevriende mensen op het balkon neerzet of hang. In ieder geval op een paar strategische punten. Maar ik denk als je er 5 hebt, dat je toch al een groot deel van mijn woonplaats daarmee bestrijkt. En daarmee kunnen dus meerdere mensen, zonder dat ze een abonnement hoeven te hebben, kunnen toch met elkaar chatten. En de repeaters wil ik laten werken met kleine zonnepanelen, zodat het ook als de stroom uitvalt, blijft werken. Dus je hebt dan een netwerk wat zonder stroom en zonder internet toch de hele regio voorziet van mogelijkheden om te chatten, bijvoorbeeld voor hulpverlening. Dat is een belangrijk iets, dat er zoiets is. Dus ja, misschien is dat nog wel eens die urgentie toch een reden om het uit te werken. En hopelijk hebben we het nooit nodig. Tot zover LoRa. En ja, er zijn nog veel meer
toepassingen die je zonder vergunning mag doen. Maar ik weet niet of ik daarop in wil gaan, omdat het zoveel is. En ik moet dan ook wel best wel researchen dat ik er niet één oversla of zo. Maar misschien. Ja, ik wil eigenlijk nog afsluiten met een oproep. Als je iemand weet die ik zou kunnen interviewen over de zendhobby, iemand die met iets interessants bezig is, moet voldoende, ja, liefst één onderwerp zijn. Iemand die zich daar vooral mee bezighoudt. En die er ook over kan vertellen. Als je suggesties hebt, stuur een mailtje aan het korte mailadres xdv.me. xdv.me. Ik zoek dus mensen om te interviewen over de zendamateur hobby. Title music is by Croatian artist Blasco and is published under Creative Commons. Disclaimer, everything in this podcast, including the accompanying material, as a principle, is basically all fiction, although elements of reality may have been incorporated. For social media, I'm on Mastodon. Just search at PA0ETE. Deze uitzending wordt opgedragen aan Jurgen van den Broek, voor altijd de joker van België.